De ene dag is de andere dag niet. Zo heb je de ene dag vol op herfst, vooral uh, gisteren. En nu de zon erbij en kan ik gewoon zo buiten staan. Ook hier in Harlingen. En dan is het fraai weer hoor. Rustig, de zon erbij, het voelt warmer aan. De komende nacht wordt wel kouder. Allereerst naar vanavond en vannacht. Vrij helder weer. Temperaturen 0 tot 4 graden. En dan zit het in het zuiden tegen de echte, uh, een graadje echte voorstaan. Verder in de gebieden met de lagere temperaturen voorstaande grond. En dat kan oplopen tot min 3 of min 4 graden. Dan in de gebieden met die lagere temperaturen ook nog eens kans op mist of dichte mist. In de kustgebieden 6 of 7 graden en de wind komt uit het zuidwesten is zwak of matig. Morgenochtend beginnen we met mist. Verder veel zon. In het noordoosten wat meer bewolking, maar ook daar de zon er flink bij. En de temperaturen morgen 10 tot 13 graden, de lagere temperaturen in het zuiden van Limburg. Ja, de wind die komt morgen uit het zuidwesten, is zwak of matig. In de avond en in de nacht wat meer bewolking, maar in het zuiden nog wel kans op een beetje vorstende grond. Op naar vrijdag. Veel zon, ook bewolking en de temperaturen, die liggen vrijdag tussen de 11 en de 30 graden. De wind uit oost tot zuidoost, zwak of matig. In de nacht landt kans op wat vorstende grond. De vooruitzichten. Zaterdag een dag met heel veel zon. Wat een fraai weertype, weinig wind en een temperatuur rond 12 graden. 13 graden op zondag met de zon erbij. flink wat zon, ook nog wel wat bewolking. En kijken we naar het weer van maandag, dan hebben we de zon erbij met zo'n 13 graden. Later in het uh, noordelijk kustgebied, zeg maar in het watergebied, misschien een buitje. Maar voor overdag heb ik droog weer staan. En wat mij betreft, mooi, Tot morgen.